We hebben een gast in de studio en nou ja, niet zomaar een gast. Ja, wat had hij wel allemaal niet mogen doen? Derde geworden in de landelijke finale van kunstbanden. De plek waar jij je fanbase kan opbouwen. Meer in je eigen vak je kan ontwikkelen en meer doen. En ook allemaal nieuwe vrienden en connecties maakt. En daarnaast ook al heeft hij al ook bij Slam FM een live set mogen draaien. En vandaag is hij hier bij ons de gast. Mag het genoeg voor DJ Stanley Radex. Yo, what's up Stanley? Yo. Ja, allereerst welkom. Al een jaartje heb jij hier gehad. Ja, het gaat de laatste jaren wel als een raket langzaam een beetje. Ja, het gaat allemaal echt rap, hè? Ja, man. En had je ooit gedacht toen je hierbaan begon dat dit allemaal mogelijk zou kunnen zijn? Nou ja, in het begin weet je, het begon een beetje voor de leuk en zo, maar ik wilde me er wel steeds serieuzer mee aan de gang gaan en wel alle tijd die ik er uiteindelijk in heb gestopt, ja, wil je wel gewoon van hopen dat het echt gewoon deze kant langzaam opgaat. Weet je, ik ben er nog lang niet, daar niet van. Maar ja, weet je, het is nu gewoon wel echt leuk en ik kan er nu gewoon uithalen wat ik eruit wil halen. Ja, oké. Okay. Ja, zeker. Ik stel voor dat we nu even gelijk met de vragenronde gaan beginnen. Ja, hoe lang doe je het al? Ik ben met draaien echt al sinds mijn 8e mee bezig. Ah. Dus al ontzettend jong. En het produceren zit er nu een 2-3 jaar in. Dus echt al van het draaien is al jongs af aan. Ja, en, ik ben daar echt mee begonnen. Ja, ja, heb je les genomen toen een beetje? Of ik ben toen begonnen met zeg maar kleine workshops nemen in de buurt. En toen uiteindelijk dan ook via kunstbanden veel meer workshops gaan doen. En zo eigenlijk steeds beter geworden. En ook heel veel YouTube kijken, mezelf aanleren. Dat is wel waar ik zeg maar wel het meeste uit heb gehaald door het gewoon echt te doen. Gewoon echt bepaalde cursussen gevolgd. En het componeren, heb je dat jezelf aangeleerd? Of, En daar ben ik wel zelf mee begonnen. Alleen op een gegeven moment heb ik een cursus genomen in, wat was dat, Hasselt volgens mij? In Hasselt. In Hasselt, ja. Daar kreeg je dan één keer in de week kreeg je dan 3 uur les. En dat was dan 10 weken lang. En daar kreeg je zeg maar echt alle kneepjes van het vak geleerd. Hoe werkt Ableton? Want ja, dat is het programma waar ik zeg maar in werk. Ja. En ja, vanaf daar eigenlijk heel voor de rest alles zelf aangeleerd. Ja, ja, en hoe kunnen we jouw genres het beste omschrijven? Wat componeer je precies? Want het is EDM, maar er vallen natuurlijk veel stromen in. Ja, het valt een beetje zeg maar echt wel onder het kopje tech house. Maar ik noem het gewoon energieke, techie, unieke sounds zeg maar. Die je gewoon... Energy tech noem je het een beetje. Ja, het is gewoon, echt tech house. Ja, je hebt al zoveel leuke optredens mogen doen, best wel. Maar wat is nou eigenlijk het leukste optreden wat je hebt mogen doen? Afgelopen jaar in de zomer Solar. Solar. Solar was wel echt het gekste dat je in die... het was op de camping, zeg maar. Had je een afterparty, Silent Disco. Het was op de donderdag, dus ook de allereerste dag. Dus zeg maar iedereen van die camping die gaat gewoon naar die tent toe. En ja, op een gegeven moment stond ik gewoon voor 5000 man te draaien. Dat was wel echt... Ja, dat is wel gekke werk, ja. Was echt een geweldige avond met een leuk einde. Ja, 100%. Ja, en Solar, dat is hier in Limburg? Ja, in Roermond. In Roermond, ja. Oké. Okay. En dat is elk jaar? Elk jaar ook, ja. Ik hoop dat ook komend jaar weer lekker terug te komen. Komend jaar alweer? Nee, dat gaan we wel proberen natuurlijk. Oké, okay. En wie is eigenlijk jouw grote held of heldin in de muziek? Voor mij zijn wel Mr. Bell de Weasel, zeg maar wel de twee grootste waar ik wel echt naar opkijk. Ja. Dat is een DJ-duo die eigenlijk echt wel een beetje in mijn muziek zit. Ja. Via daar ben ik eigenlijk ook wel die housewereld een beetje ingerold. Veel gaan kijken wat zij deden. Ja, ik vind het gewoon wel heel tof wat zij doen. Ja, en kom je ook een beetje uit de muzikale familie of valt het wel mee? Nee, helemaal niet. Zelfs. Helemaal niet? Nee, ja, mijn oma speelde een beetje keyboard, maar voor de rest houdt het zeg maar er een beetje wel bij op. Oké, okay. En met wie zou jij nog een samenwerking willen doen? Wie staan er echt veel met name op je bucketlist? De grootste is natuurlijk toch wel echt Mr. Bell de Weasel. Als ik daar ooit een collab mee zou kunnen doen, zou ik dat echt ontzettend vet vinden. Maar ja, weet je, het zit bijvoorbeeld zo'n Laffe Wente of iets kleinere house namen in de wereld. Ja, vind ik toch wel vet. Gas bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. En hoe heb je tot nu toe je deelname aan kunstbanden ervaren? Ik heb er heel veel uitgehaald. Het is voor mij zeg maar wel echt ook een persoonlijke groei geweest. Kunstbanden vooral. Door als je ook bekijkt van ja, waar ik begon en waar ik stond en waar ik dan nu weer ben. Ik denk dat door kunstbanden wel het grootste gegroeid is, moet ik zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja, en waar zou jij graag nog willen optreden? Wat staat eigenlijk nog op de bucketlist? Elro vind ik heel vet. Dat is een soort heel groot festival / feest dat eigenlijk over heel de wereld gaat en zo. Maar waar de echt de grootste house artiesten. Het is eigenlijk het grootste housefeest van
ja, van de wereld eigenlijk, waar je gewoon echt wel een keer gestaan wil hebben. Oké, okay, en Tomorrowland misschien? Ook 100%, ja, tuurlijk. Maar Elro is wel gewoon... Ja, ik heb daar altijd al wel een keer gewoon ook naartoe gewild. Die staat echt centraal op één. Ja, ja, maar en, ja, weet je, Tomorrowland, Mysteryland, alles vind ik ontzettend fantastisch. Ja, Ultra Music in Miami. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, alles, ja. En ja, wat is het belangrijkste wat jij jonge DJ's op dit moment zou willen meegeven? Gewoon blijven doorgaan, heel veel oefenen, blijven doen. Omdat je, ja, daar leer je gewoon echt het meeste uit. En doe het vooral, als je het echt doet uit passie, dan... Ja, maakt het uiteindelijk toch niet uit waar je staat. Zolang je kunt doen wat je leuk vindt. Ja, is dat wel echt het belangrijkste. Dat staat wel centraal, vind ik. Ja, en natuurlijk weten we dat jij ook... of de Jan Volgers weet ook dat, dat jij bij Slam FM ook eens een keer een live set hebt mogen draaien. Hoe vet was dat? Ja, ontzettend vet. En met interview en alles erbij, heel de ervaring. Ik heb er ook heel veel uitgekregen uiteindelijk. Toch wel heel veel volgers en mensen die me daar weer hebben gezien. Ja, het was echt, echt wel een toffe dag. Ja. Gek is wat daarna gebeurde. Echt veel miljoenen volgers erbij gekregen. Nou, miljoenen is wel overdreven, maar bij wijze van spreken, ja. Bij wijze van spreken veel nieuwe volgers erbij en fanbase een beetje opgebouwd. Ja, precies. Ja. En wat is de plaats waar jij tot nu toe het meest trots op bent, wat jij zelf hebt gemaakt? Die is op dit moment nog niet uit. Daar ben ik wel heel erg tempo achter aan zetten, dat die gewoon klaar is en uiteindelijk uitgebracht kan worden. Want ja, tot nu toe zit ik maar op één plaat die ik echt heb uitgebracht. Maar ja, weet je, dat is toch wel iets, dat blijf je altijd bij, weet je. Die eerste plaat die je ooit hebt uitgebracht, dat is toch wel een leuke eerste stap. Dus dat zal op dat moment dan wel deze zijn, maar als die andere uit is, dan gaat dat sowieso wel naar die. En zullen we die maar eens gaan draaien? Ja, tuurlijk, zeker. Ja, en waar gaat de plaat precies over en hoe heet die, als ik vragen mag? Hij heet Never Gonna Be, samen met Martin Feller, Martijn en Danique Paffen. En we hebben er, het gaat niet per se ergens over. We hadden gewoon, zij heeft daar een lyrics op geschreven. Yes. Er zit niet per se heel veel betekenis achter, maar het moest gewoon lekker housey zijn, zeg maar. Oké, okay, ja. Yes. Niet dat ik het niet leuk vind hoor, maar we moeten het interview ook al helaas bijna weer beëindigen. Ah, maar natuurlijk wil ik je nou ook eens wat aanbiedingen doen. Wij organiseren ook wel wat events waar artiesten kunnen optreden. En ik zelf heb ook natuurlijk nog wel kennis gekregen waar het een en ander gebeurt. Zou ik eens een keer een beroepje op je kunnen doen, mocht het eens een keer nodig zijn? Tuurlijk, maar, zeker, 100%, ja, altijd. Helemaal top. Dan gaan we natuurlijk... waar ging het ook alweer over, de track? Wat beschrijft het eigenlijk? Het heeft niet echt een beschrijving. Het is gewoon, zeg maar, de vocal. Het is gewoon een heerlijke, lekkere house tune. Het is iets waar mensen, als je het hoort, dan... gewoon op gaat dansen. Is iets waar mensen op zullen moeten dansen. Ja, 100%. Ja, en hopelijk gebeurt dat nu ook. Dit is, ladies and gentlemen, Stanley Radex met Martin Feller en Danique Paffen, Never Gonna Be. Stanley, hartelijk bedankt voor het interview. Ja, jullie bedankt. Leuk dat ik er mocht zijn. Ja, hopelijk zien we elkaar misschien wel bij Kunstband, hè? Zeker. Ja, tot ziens, Stanley. Hoi, hoi.